Pas je op, Rachel? Ik pas altijd op. Kijk eens. Zo. Zo. We zijn in Bedrijvenpark en we hebben hier 100 bedrijven. We hadden gedacht, met de gemeente Nederweert, hadden we gedacht, nou, we leggen alle daken hier vol, dan hoeven we al die zonnepanelen niet in de wei. Maar ja, in Exxon zei je na een paar maanden, ja, je kan de daken wel volleggen. Maar ja, wij willen die stroom niet terug. Dus initiatief, dat kan op deze manier niet doorgaan. Dat is toch wel gek, hè? Want ik heb het zelf heel erg vaak als ik door Nederland rijd, dat ik denk, waarom liggen die daken nou niet vol? De reden is dat als je de daken vollegt en je wekt stroom op, dan moet je die stroom op een andere manier verdelen als terugleveren aan het net. Dus dan moet je het eigenlijk hier op het park houden? Nou, dat is het hele idee achter dit verhaal. Uiteindelijk hebben we hier op het park gewoon een probleem dat we niet genoeg stroom hebben. En als we nu die daken volleggen en we gaan op de lus die hier op het park ligt, gaan we gewoon buurman aan buurman leveren. Dan lossen we in ieder geval op het park een groot deel van dat probleem op. En we lossen eigenlijk een klein stukje netwerkprobleem op, omdat we niet meer vragen. En het is groener natuurlijk, hè? Want het is ook allemaal groene energie die je dan 100% opbrengt. Groene energie. Je ziet daar een bedrijf dat heeft een dak waar nog helemaal geen panelen liggen. Dat dak ligt in de tussentijd wel vol panelen. En dan hebben we hier een hele grote bakkerij. En die heeft ook nog een heel groot dak met niets erop. Dus eigenlijk hebben we meer dan genoeg mogelijkheden om gewoon zoveel panelen neer te leggen dat we aan de buurman gewoon netjes kunnen blijven leveren. En dat je dus eigenlijk ook veel minder nodig hebt van het hele netwerk, het hele landelijke netwerk. Want je wekt het allemaal hier op. Dat wat we dus hier opwekken, hoeven we niet van het net af te halen. Al deze 20 bedrijven hebben in hun meterkast, hebben zij een extra kast hangen waarin wij bemeten wat ze aan stroom nodig hebben, wat ze aan stroom verbruiken en wat ze aan stroom opwekken. En dat gecombineerd met elkaar in een portal gaan we zorgen dat netjes dat deel van de stroom wat hier te veel is, ginds wordt geleverd op het park aan de buurman. En in zodanige zin dat we niet buiten de pieken komen die Enexon ons heeft opgelegd. Goedemorgen. Goedemorgen, met Wim. Goedemorgen, Paul. Dank je wel. De ondernemers op het park zijn begonnen met het op elkaar afstemmen van hun stroomverbruik. 20 bedrijven delen straks een eigen mini-netwerk. Een belangrijke voorwaarde is dat er ook een fabriek bij zit die zoveel energie verbruikt dat er eigenlijk nooit wat over is. We zijn hier bij VDL Kunststoffen. En wij maken hier met spuitgiettechniek maken wij kunststof spuitgietproducten. En wat voor producten moet ik dan aan denken? Nou ja, je hebt hier als voorbeeld een bloemenfust. Hier maken we de bloemenveiling. Die je altijd ziet bij je bloemenkraam. Ja, inderdaad. En dit smelt je allemaal om. Ja, dus het kost heel veel energie om het dus zeg maar voor te bereiden, om het warm te maken. Daarna kost het weer energie om het af te koelen. Maar dit is dan denk ik het bedrijf hier op het terrein wat de meeste energie nodig heeft. Wij hebben redelijk veel energie nodig, ja. Redelijk veel? Ja, het moet altijd bescheiden zijn, hè? Ja, toch wel. In verhouding op het terrein zijn wij heel veel. Zijn hun veruit de grootste afnemers. Ja. Dus dat betekent zelfs als het super zonnig is, dan maakt dat niet zo heel veel uit. Want dat kan je hier wel gewoon uit. 24 uur lang hebben wij stroom nodig. Ja. Als we geen stroom hebben, dan staat hier alles stil. Dat deze fabriek ook kan werken met stroom van de buren betekent niet dat ze voortaan zonder grote aansluiting op het netwerk kunnen. Een fabriek als deze heeft zekerheid nodig. Walter, dankjewel hè, voor je medewerking. Ja, super, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. We gaan nu door naar het volgende bedrijf. Ja. Maar wat me nu wel duidelijk is, is dat het voor hen wel echt heel belangrijk is dat ze geen netwerkcapaciteit inleveren. Cruciaal. Als zij nu nog netwerkcapaciteit zouden moeten inleveren, dan kan het hele project gewoon niet doorgaan. Zij kunnen niets meer inleveren, want zij hebben al geen toestemming gekregen voor een nieuwe netwerkaansluiting. Om uit te breiden. Om uit te breiden. Dus zij zijn absoluut afhankelijk van wat ze nu hebben en moeten alleen maar efficiënter gaan werken.